Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag trekken er over de noordelijke helft van het land nog steeds een aantal buien. We kunnen ze ook zien op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend. Bij die buien kan een enkele keer ook een klap onweer voorkomen. In de zuidelijke helft, daar schijnt de zon flink. Daar zullen ook wel wat stapelwolken ontstaan, maar blijft het waarschijnlijk meest droog. De middagtemperatuur loopt tot een van 19 graden in het noordwesten tot 23 graden in het zuidoosten. De Zuidwestenwind is matig en zeevrij krachtig. Vanavond gaat de wind flink afnemen. Dan zijn er flinke opklaringen, ook wel wat wolken. In het noorden drijft de laatste bui uiteindelijk ook weg. Dan morgen hebben we een afwisseling van veel wolken, maar ook wat zon. blijft op de meeste plaatsen droog. In het noorden misschien een enkel spatje regen. Het wordt 24 graden in Noord-Holland. En een zomerse 25 tot 27 graden verder landinwaarts. Op maandag en dinsdag dan is de warmte alweer even verdwenen. Dan vallen er verspreid buien, met name op maandag ook met kans op onweer. Op woensdag neemt de buienkans weer af en dan wordt het een zomerse 25 graden in het Middenland. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.